Er komt een vlieger voorbij. En zwaai omhoog. Hallo vlieger. Kom sla je vleugels maar uit. Dan vliegen wij ook. En ik vlieg, 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 vlieg. Als een vlieger voel me sterk, 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 sterk. Als een tijger ben zo groot, 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 groot. Als een giraffe zo hoog. Oh, oh. En ik spring, 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 spring. Als een Benny Jansen, ik kom uit Vroeghoop. En ik vlieg er al een jaar of 20, denk ik, zoiets. Ja, maar ze vragen ons ook dat we hier wel komen. Kijk, ze wil ook wel graag een heel weekend. Maar ja, daar zie je de ruimte niet veel. Daar kom je met elkaar niet weg. Dan krijg je problemen met. Je zit hier midden in de stad, tussen de flatten. En je hebt ja, echt valwind, dus echt werken hier. Hoeveel vliegen zijn dan zelf, zo'n beetje? Ik denk dat ze zelf werken, dat denk ik 100. Maar die kun je dus nooit allemaal tegelijk in de lucht hebben? Nee, maar dat... Die maak iedere keer weer nieuw. En sommigen die wat nog was vergeten. Terwijl we de zolder eens een keer oproepen en zeggen, oh ja, die hebben we ook nog. Laten we die maar eens een keer meenemen. Maar we hebben voor allerlei soorten wind. Voor harde wind, voor zachte wind. Ja, het is mooi dat je met zoveel mogelijk weersveranderingen toch vliegen kan. Ja. En die maak je allemaal zelf of koop je ze ook wel eens? Nee, de meesten die werd wel zelf gemaakt. Maar soms is de muiten niet qua materiaal. Dan ben de materiaal zo duur. Dan is kopen soms nog goedkoper dan je hem zelf maakt. Maar is het dan wel goed? Ja, maar dan wordt er meestal wat aan een knoot dat je dan toch wel goed bent. In Vroeghoop is dat een heel groot gebeuren altijd. Hoeveel deelnemers heb je dan met zo'n toernooi? Ja, over het algemeen we zitten al hier rond de 140 deelnemers. En dat wilt hij ook zo aan. Wie wilt niet groter. Dus we hebben er afgelopen jaar een dikke 20 op de wachtlijst staan die wel graag bij ons wil komen. Maar heel gewoon geen plek voor. We wilt graag iedereen hetzelfde kunnen bieden. Je was wel vliegen, ja, die laai je één keer op en dan kun je ze weggooien. Dat ligt gewoon aan de kwaliteit van de staf en van de stakken en zo. Dat, ja, hoe het in elkaar zit en wat in elkaar naaid is. Kijk, wat we zelf maken, als er dan wat aan elkaar dan weer wordt het te licht. Dan hoor je niet te zoeken van, hé, hey, hoe kan dat? Kijk, als je een kant-en-klaar gekocht vliegertje hebt, ja, dat is toch al die zo hem weer een puzzel van hoe zit het in elkaar.